opgenomen beeld van de dameswedstrijd. Die gewonnen werd door Amy Pieters voor een ploeggenote. Floortje de Kee. En die zag inderdaad het Flandersfield American Cemetery. Vorig jaar nog bezocht door president Obama. Op de dag van deze wedstrijd. De enige begraafplaats in België van gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Ook de kleinste van zijn soort in Europa. Maar Pieters wint dus voor Floortje Mackay. Dan Christina Sigaard, Steffi van den Houten, Nel Dikkerits, Lotte Kopecky, Molly Weaver, Evie Kuipers, Fiona Dutrio en Sophie de Vuist. De grote prijs, stad Waregem. En nu gaan we eens luisteren naar Edward Teun.